We hebben een hele serie gemaakt over een pony kopen, namelijk deze. Maar we hebben gemerkt bij het kopen van een paard, dus Verona, die hiernaast staat, dat het fijn is om de hele serie achter elkaar te kunnen kijken. Dus hier hebben jullie het hele koopproces, van het moment dat je beslist wat voor pony bij jou zou passen, tot het moment dat hij daadwerkelijk bij je op stal staat. Veel plezier met kijken! Hallo! Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag gaan we het hebben over mijn nieuwe pony, ja. Toekomstige. Ons lijstje wat wij hebben voor een nieuwe pony. Nou ja, eigenlijk een soort eisenlijstje. Klinkt niet zo aardig. Maar als je op zoek gaat naar een pony, is het wel verstandig om van tevoren te bedenken wat je wil en wat je beslist niet wilt. Dus, we gaan het vandaag even over hebben wat Tessa wil. Ja. En dan is het vooral handig als je zelf eventjes nadenkt over wat je wil. Wij hebben hulp van Anouk Holleman. Zij is van paardentaxatie in Noord-Holland, maar doet ook aankoopbegeleiding. En zij kijkt met ons mee en dat doet ze via een video en WhatsApp, maar ook met bellen. Dus heel erg fijn. Zo kan je makkelijker kijken naar een pony die je leuk lijkt. Nou, dan gaan we maar beginnen. Ja. Eis nummer 1. Nou, ik denk dat de gezondheid is van de pony. Want bijvoorbeeld hebben we een paard staan, Verona, die heeft ICD. IAD. IAD, sorry. En als je dat niet weet, weet je misschien ook niet hoe je ermee om moet gaan. En het is ook nog best lastig. Ja. Dus daarom is het fijn om een pony of paard te hebben wat niets heeft of bijna niets heeft. Nou ja, bijna niks heeft. We gaan in ieder geval niet voor een pony die problemen heeft met luchtwegen of darmproblemen of wat dan ook. Dat hebben we ook allemaal al. Dat hebben we al, dus we proberen een gezonde pony te zoeken. Dus dat is nummer 1. Nummer 2. Ik denk de leeftijd. Ik denk de gangen. Oh ja, eerste gangen. Moet 3 zuivere gangen hebben. Dus een goede stap, een goede trap en een goede galop. De rest daaromheen, dus tult, een renglop, een uitgestrekte trap en nog meer van dat soort dingen. Dat is niet heel belangrijk, maar dus minder belangrijk. Waar het om gaat is dat ze 3 zuivere gangen heeft. Dat ze dus niks mankeert aan haar bindjes. Ja. Oké, eis nummer 3. De lengte. Schofthoogte bedoelt Tess hoor. Schofthoogte. Paarden hebben geen lengte, die hebben een schofthoogte. Ja? We gaan dan richting de 1,47. Hele grote D. Nou, we gaan meer richting de E dan bij de D, omdat ik nogal lange benen heb. Dus daar zijn we dan ook weer naar op zoek. Ja. En dan de volgende. Dat is de kleur, denk ik. Ja. En mij maakt de kleur niet heel veel uit. Alleen de zwarte zijn bij voorbaat door haar al afgekeurd. Omdat als het bijvoorbeeld winter is en we gaan dan de binnenbak rijden. Dus het donker en zwarte paarden zijn ook donker, dus dan moet je met heel veel belichting moet je ze dan een foto of een video van kunnen maken. Want bijvoorbeeld net zoals met Belle en Verona, die zijn dan lichter en dat is makkelijker film te krijgen. Ja, het wil niet zeggen dat we geen zwarte of bruine paarden willen, alleen is het makkelijker als we een wat lichtere kleur hebben, dat klopt. Oké, dat is de kleur nog meer? Over de kleur, ja. Wij vinden vosjes met een witte bles heel mooi. Ik vind palomino's persoonlijk ook heel erg mooi. Schimmeltjes, net zoals Ster, Rowan, dus Bella een klein beetje geworden. En gewoon lichte kleurtjes vind ik altijd wel heel mooi. Oké. Alleen ze worden nogal snel vies en dat zie je heel goed. Oké, dat was de kleur. Ik weet niet of dat op dit niveau moet in het ijzerlijstje, maar goed, we gaan verder. Ja, volgende. We willen sowieso Mary. Ja, Mary. Geen hengst, geen ruin, want het hengst dat is gewoon nee, want we hebben Mary en dat is niet heel handig. En een ruin, ja, ik vind Binky hartstikke aardig, maar liever niet een Mary. Dat dus. Nog de leeftijd denk ik, is ook belangrijk. Ja, ik zit tussen de 3 en de 10 ongeveer.
Ja, ik denk dat het goed is dat als je voor een D-pony gaat kijken, daar doe je meestal wat langer mee, dat je dan voor jezelf even goed bedenkt of je het paardje of pony met pensioen wil laten gaan, ja of nee. Een perfecte pony moet natuurlijk gewoon een perfect pensioen hebben, net als Verona uiteindelijk een goed pensioen gaat krijgen. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden, want Tessa is nu 11. Ja. Als ze heel veel geluk heeft, kan ze tot en met de 18e met deze pony doen. Dus dat zou betekenen dat ze daar 7 jaar mee kan doen. En ja, een pony die nu 4 is en dan 7, die verkoop je heel makkelijk, want die is 11. Maar een pony die nu 11 is en dan 18, dan moet je toch gaan denken aan pensioen. Ja, bijvoorbeeld 13 of 11, dan is die ongeveer 19, 20 en dan is die ook niet makkelijk meer te verkopen. Nou, ik denk dat je ze nog wel verkocht krijgt, maar ik vind het niet zo eerlijk om een wat oudere pony nog te verkopen, omdat ik dan zoiets heb van ja, dan moeten ze weer ergens opnieuw beginnen en dan kunnen ze misschien nog wel iemand verder helpen. Misschien is het zo'n pony, zulke ponies zullen beslist bestaan, maar ik denk dat de meeste ponies het veel fijner vinden om gewoon naar een plekje te gaan waar ze nog kunnen blijven. Maar goed, dat denk ik, of dat echt waar is, weet ik niet. En ik zeg ook niet dat ik nooit een wat oudere pony nog zal verkopen, alleen ik denk het niet. Dus ik denk erover na of een pony met pensioen bij ons gaat, ja of nee. En voor de perfecte pony komt er gewoon een pensioen, dus dan geeft het niet. Ja. Nog andere dingen? Ja, de rassen wat ik misschien wil. Ja. Bijvoorbeeld een NRPS, een Welsh, een... Nieuw Forest. Nieuw Forest. Misschien nog een Belgische rijpony. Een Duitse rijpony. Bestaan die ook? Ja, nee, die bestaan. En Groninger. Maar die is een paard. Dat is een paard. Maar er zijn dus ook rassen die je niet wil, zoals? Ja. Ik wil juist warmbloedige en geen koudbloedige. Dus zoals een tinker, een aflinger en een fjord. Ik heb niks mis met Obelix. Obelix is hartstikke lief. Nee, het zijn gave rassen, alleen niet wat je zoekt. Nee. Ik denk dat het goed is om erover na te denken wat voor ras je wil, met hun eigen specifieke eigenschappen van het ras. En dan kijken wat bij je past. Ja, want ik wil heel graag springen. Ja, er zijn ook vast fjorden die prima kunnen springen. Ja, dat klopt. Maar daar zoeken we niet naar. Oké. Zijn er nog andere dingen waar je over nadenkt? Ja. Ze moeten mensvriendelijk zijn. En ze moeten ook naar evenementen toe kunnen. Dus dat ze daar braaf zijn. En niet dat ze daar een beetje wild gaan doen. Dat vind ik niet zo fijn. Nee, ik denk dat we het over een eerlijk en braaf karakter kunnen hebben. Ze hoeven niet bomproef te zijn, maar wel eerlijk en braaf. Toch? Ja. Ja. En dan heb ik ook nog eentje. Ze moeten kunnen springen. Mm-hmm. En op buitenrit kunnen. En dressuur. Dat is voor mij minder belangrijk. Nou, dat komt nog wel. Zonder dressuur geen springen. Ja, ik hoef maar één puntje in de beet te halen. Dan nog zonder dressuur geen springen. Zo simpel is het. En de komende jaren kan het best zo zijn dat je van springen naar dressuur toe wil. En dan is het wel fijn dat je pony dat ook kan. Kan gebeuren hoor jongens. Echt, ik wil je gewoon dubbeldam worden, maar dan in vrouwelijke vorm. Ja, maar dan heb je nog even een tijdje te gaan. Nou, zo denken wij dus na over de eisen voor een pony. Klinkt onaardig, maar uiteindelijk moet je er natuurlijk wel een aantal jaren mee doen. En is het wel fijn als je er goed over nagedacht hebt. Dus dit verzinnen wij. Dat is natuurlijk nog een budget waar je goed over na moet denken. Hoeveel wil jij een pony uitgeven? En als je een pony koopt, zit er een zadel bij, zit er een hoofdstel bij, zit er dekens bij. Dan kom je toch op andere prijsklasses dan dat het er allemaal niet bij zit. Want een zadel is gewoon duur, zeker als het op maat gemaakt is. Dus dat zijn wel dingen om ook over na te denken. Zet al je eisen gewoon op een lijstje en ga dan pas naar ponies kijken. Ja. En anders kun je natuurlijk altijd nog even je eisenlijstje aan Anouk geven. En dan kan Anouk jou verder helpen met het zoeken naar een pony. Ja. Wij gaan vandaag naar de allereerste pony, mijn moeder en ik. Is in Friesland. Het is 2,5 uur rijden. En dat is super lang. Ik heb er heel veel zin in. De pony lijkt heel veel op Bel. Ze is 4 jaar oud. En ik ben benieuwd wat het gaat worden. Zo, we zijn in Friesland. Ja. Er zijn hier allemaal gekke namen. En ook een andere taal volgens mij. Maar ik hoop dat we de pony daar waar we naar gaan kijken. Dat daar kan de eigenaar wel gewoon Nederlands praten.
want anders is het snel voorbij. En we gaan naar een 4-jarige Mary kijken. Een vosje, de naam weten we nog niet helaas. En dan ga ik op rijden. Kim en Christine zijn niet mee, omdat ze vandaag iets anders ingepland hadden. En het was ook iets te kort. Maar de partner... Ja, dat. Dus daarom zijn we gezellig met z'n tweetjes. Ja, ik ben benieuwd. We zijn er bijna. Nog 3 minuten. En dan ga ik jullie zo de kom laten zien. Wel een beetje. En je vond het ook een beetje schuldig. Ja, want ik ga ineens naar een andere pony te kijken terwijl ik al een pony heb. En mijn pony gaat weg en dat en bleh. Het is niet prettig. We zijn bij de pony geweest en we zijn gaan kijken bij. Toen ik hem zag, toen dacht ik van, hey, die lijkt heel bel, dat was niet normaal. Oh, wacht even. Toen ging ik er naartoe en ze begon gelijk te likken. Normaal, ja. En ik begon gelijk met haar te knuffelen, net zoals ik met elk paard doe dat ik zie. En dat vond ik heel erg fijn en leuk, dat soort dingen. En wow, ik kan mijn ogen nu super goed zien. En toen ging ik haar poetsen. En deze ook allemaal heel braaf en ze waarde heel erg. En toen ik kreeg heel veel en toen, dus sorry. Toen ben ik... toen heeft het baasje even gezadeld en heb ik ook mee geholpen. Ik heb spullen aangedaan. En we zijn naar bak toe gegaan en heb ik bijna een zadel kapot gemaakt. Omdat ik tegen de leuning aankwam. Sorry. En toen ben ik gaan rijden. Ik ging eerst heel lang stappen, want ik vond het fijn. We hebben een beetje kennis gemaakt. En het ging best goed. Draven, gaan galopperen, ging het ook goed. Hebben we sprongetje gemaakt. Eerst een keer bijtje tussen, maar daarna ging ik er overheen. Eerst 2 keer bijtje tussen. Daarna hadden we een balkje ernaast gelegd. En toen ging ze er overheen. Toen hadden we 3 balkjes op elkaar gelegd. Ging ze ook overheen. Toen een half kruisje, toen een heel kruisje, toen een stelpje. Dus toen hebben we gesprongen. En toen wou ik er niet meer af. Ik heb heel lang toen met haar uitgestapt. We hebben videobeelden gemaakt. En toen zijn we verder gegaan. Dus, oh, oops. Sorry. Dus toen kreeg je me bijna niet meer van die pony af. Op een gegeven moment zei mijn moeder, ja, en ze deed het hek open. Dus ik moest er wel uit. Afgestapt, heb ik nog een keer met haar gekroet. Hebben we het peeskapjes afgedaan, het zadel afgedaan. Borsteltje eroverheen gehaald. Toen heb ik dekop gedaan. En heb ik haar naar stal gebracht. Toen ben ik heel lang met haar blijven knuffelen. Toen zei mijn moeder en haar baasje alvast thee gaan drinken. En ik bleef nog even koelen. Toen mijn spullen opgeruimd ben ik. Heb ik in de auto gedaan. Ben ik daar ook limonade gaan drinken. En ja, zo was een beetje mijn allereerste ervaring met. Ik heb ook al mijn Little Pony naam opgezocht, want dat vind ik leuk. En we hadden iets van Lily... Blossom. Lily Blossom. Dus Blossom van de Powerpuff Girls en dan Lily... weet ik niet. Dus dat hebben ze in elkaar gedaan. Dus Lily Blossom zo, hop. En ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel net zoals ik met Bella had. Alleen
deze keer was het wat anders. Omdat toen Sterren net dood was, toen dacht ik natuurlijk wel van, hé, nu moet ik een nieuwe pony. En nu zit de haast of de druk er niet achter van, je moet een nieuwe pony. Nu mag je een nieuwe pony, want je hebt al een pony. Dus dat was erg fijn. En ze staat niet op mijn nummer 1, omdat op dit moment wel nog een soort van op mijn nummer 1 staat. En dan komt zij wel rustig aan naar boven. Als het lukt, als ze een pony wordt, zou wel leuk zijn. Want ze is nu nog niet het allerbeste pony voor me, omdat ik Bella natuurlijk nog heb. Maar als ze echt mijn pony zou worden, dan denk ik dat ze ook een soort van mijn nummer 1 kunt staan. Want ik heb natuurlijk Corona en Henja ook nog. Nou, Henja is niet van mij, maar die staan ook nog op mijn nummer 1. Dan mag zij de gedeeltelijke, mogen ze de gedeeltelijke nummer 1 delen. Want ik heb de speciale nummer 1, daar staat alleen Sterren. En daar komt Bella ook te staan. En Verona, Henja en nu nog Bella staan nu echt op mijn plaatselijke nummer 1. Ja, dus dat. Wij zijn onderweg naar de tweede pony. Deze is 3 jaar oud. En ik ben benieuwd. Zij is nog wel een beetje groen. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het best leuk. Nou zo, ik vind het best leuk om er naar te gaan kijken. Ja, dus ik ben. Het is in de buurt van Utrecht. Ja. We gaan even kijken. Ja, we zijn net langs de Universiteit Utrecht gereden. Dus ik ben benieuwd. Ik heb naar die pony gekeken. Toen ik hem uit de box haalde, was hij een klein beetje sloom, maar dat maakt niet uit. En heb ik gelopen naar de poetsplaats. Heb ik hem gepoetst. Toen hebben we hem opgezadeld, peeskappen omgedaan. En is het andere meisje gaan rijden, omdat ze nogal jong is. En daarna ben ik gaan rijden. Dat ging best goed. En heb ik ook een sprongetje gemaakt. Die pony de eerste keer weigerde die. De tweede keer ging die er overheen. En ook een keer gooide die heel de hindernis om. Maar sprong er daarna toch weer overheen. Dus daar heeft mijn moeder en ik wel iets van geleerd van, hey, dat kan. En dit wordt, en ik heb zelf deze pony gezegd van nee, omdat hij nog zo groen is en ik had niet echt een klik met hem. Ik had aan de ene kant wel gehoopt dat ik dat had, omdat Bel gaat toch bijna weg. En dan is het handig als ik dan een pony heb, maar dat heb ik nu nog niet, dus dat is een beetje jammer. Vandaag gaan we naar een bruine merrie kijken en ik heb er veel zin in. En een grappig weetje, het is van precies dezelfde fokker als van Talien. Talien de wonderpony, zoek die video maar eens op. Het is in Noord-Holland en we moeten ongeveer een anderhalf uur rijden. Het is een beetje lang. Thank you.
vandaag maken we een video over mijn nieuwe pony. We gaan hem eindelijk bekendmaken. Yay! Ik heb er super veel zin in om aan jullie te vertellen. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk gaan vinden. Nou, als eerste ben ik gaan kijken naar Lily Blossom. We gebruiken andere namen voor de privacy van de eigenaren. Lily Blossom, ik vond haar geweldig. Ze was goed in dressuur, ik had een klik met haar. En dit zijn nog een paar beelden van Lily Blossom. Nou, dan gaan we verder met Rarity. Rarity was een grijze pony. En die pony die was erg leuk, maar voor iemand anders. Ik had er geen klik mee. Ik was niet echt fan van hem. Ik vond hem wel leuk en hij kon goed springen. Hij was 3 jaar. Nee, zij was 3 jaar. En de eerste keer ging hij dwars door de hindernis heen, maar de volgende keer sprong hij er gewoon overheen. Nou, dit zijn nog een paar beelden van Rarity. Starlight Glimmer. Ze kon goed springen. Ze was goed in dressuur. En we hadden ook de baasjes van haar waren ook echt super lief. Dit zijn nog een paar beelden van Starlight Glimmer. Rainbow Dash. Ik had gelijk een klik met haar. En ze was goed in springen. Dressuur was iets minder. Maar ja, hier een paar korte beelden. Hier een paar beelden van Rainbow Dash. En nu ga ik het spannend maken. We zijn met 1 van de 4 ponies naar de keuring geweest. Ik heb gewoon een willekeurige volgorde opgezegd. Dat jullie niet weten welke pony het wordt. We gaan nu naar beelden van de keuring kijken. En wij ook, want anders zou ik hier staan. Maar het wordt heel gekeurd en ik vind het heel erg spannend dat ik wil dat het goed gekeurd wordt. Ja. Ik ben bij Franklin Leslie, paardenklinterapers. Precies, en wat gaan we doen? We gaan vandaag keuren. Een pony keuren voor Tessa. Kan je vertellen? Hartkloppingen. Jij niet? Ik ben er vrij rustig onder. Dat, ja, voor mij is een keuring is een keuring. Dat, ik heb er geen hele spannende gevoel bij. Iedereen hoopt ook altijd dat alles goed is. En zo niet moeten bespreken van wat de veranderingen zijn. Ja. Even heel kort, wat gaan we doen? Nou, we hebben al besproken van tevoren van wat jullie doel is met het paard. Ja. Dat weet ik. Ik heb video's gezien van hem. Ik heb röntgenfoto's van andere klinieken van de benen al gezien. Dat hebben we besproken. Er waren verder geen bemerkingen op van ik zeg, ja, dat, daarmee kunnen we niet door laten gaan. Dus we gaan daar gewoon aan beginnen. We beginnen dan met het klinische gedeelte. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, hebben we net besproken. Ja. We gaan verder met het beeldvorming gedeelte. Beginnen we even met röntgenfoto's. Gaan we de röntgenfoto's van de benen maken. Daarbij maken we de standaard set plus een paar aanvullingen die we hier maken van de knie bijvoorbeeld en van de achter van de kogel. Als dat allemaal normaal is, als daar iets abnormaals is, dan gaan we het eerder bespreken. Is dat allemaal normaal? Wat ik verwacht, want ik heb de oude foto's al gezien. Ik verwacht niet dat daar heel veel spannende nieuwe dingen in zitten. Als dat normaal is, gaan we verder met de hals en de rug. Daarna zullen we die bespreken en daarna zullen we inderdaad eventjes de scan van het bekken doen en even bespreken wat daarop te zien is. Oké. Ja? En nu gaan wij het laatste onderdeel doen, namelijk de echografie. Het fijnste wat het nu met de apparaat is, een nieuw apparaat. Het is de eerste, is een Omega van SO2 en dat is eigenlijk de eerste waarmee we deze kwaliteit van beelden kunnen krijgen met een mobiel apparaat, waarbij we dus inderdaad goede bekkenscans kunnen maken op locatie. Nee, ik ben er erg blij mee.
Dus we hebben net uitgebreid bekeken, die foto's. En nu eventjes de vlucht doorheen gescrollt. Maar zoals ik al liet zien, hebben we daar geen bemerking op waarvan ik denk dat er een onaanvaardbaar of verhoogd risico zit. Dus wat dat betreft ben ik tevreden. In de combinaties met het klinische gedeelte en met de echografie houden we dus dat die een stap iets een klein beetje wijd wordt. In draf dat hij dat vrij netjes doet. Dat hij wat gespannen was met het longeren op de zachte bodem. En dat hij daardoor wat aan de ene kant wat meer overkruist was. Met de scan van het bekken en de palpatie van de rug en bekken heb ik eigenlijk geen bemerking van. Ik zeg, nou ja, daarbij verwacht ik problemen. Dus mijns inziens verklaar ik dat het gewoon nog wat jongigheid is van het paard. Het is al 3 en nog 4 worden, nog weinig getraind, weinig bespiering. En daardoor mag hij inderdaad nog wat foutjes op dat vlak maken. Komen we bij het laatste gedeelte. Ik ga het bloed gaan we eventjes verwerken in de vriezer doen. En ik ga het formulier invullen. En dan overlopen we het formulier nog eventjes. Het paspoort, dan gaan we die in deze. Dit is het bloed? Ja, dus het bloed is in een centrifuge geweest. Ja. Al die buisjes, daar hebben we dus het serum van afgehaald. En die hebben we in andere buisjes gedaan. En nu is het gewoon hier ook neer? Nee, de rode bloedcellen hebben we eruit gehaald. Die hebben we niet nodig hiervoor. Okay. Wat we overhouden is dat geel serum. En dit onderste, dat is gewoon Contella. Buisje? Ja, precies. Okay. Nou, die doen we hierin. We hebben de ring eraf gehaald. We gaan hem nu aandraaien. Dan kan je die nooit meer losmaken. Lopen we nog even het formulier na. Ja, we hebben een aftekening gedaan. Dan gaan we kijken naar het algemene klinisch onderzoek. En wat hebben we? Bouw en stand, geen afwijking, voedingstoestand was goed. Huid en haar heb ik dus een kleine opmerking dat er een kale plek onder de oksel zit aan de rechterkant. Stukje 1 is nu rustig en weer behaard. Mogelijk een oude beschadiging of schip. Dus de conclusie, dus heb ik in stap licht verwijkend achterbenen, in draf correct. Bewegingspatroon nog passend bij een pony van deze leeftijd. Op beeldvorming geen bemerkingen wijzend op een verhoogd risico. En samen naar mijn mening een positief advies voor aankoop. Fantastisch. Ja. Dat is fijn. Dus, ik ben blij van. Feestje. Dankjewel. Ja. Goed gedaan. dus nu is het goed gekeurd. Dus mag ze mee naar positief huis. Advies. Positief advies. En dankjewel. Als u. Tadaa. Juist kaart. Hoe gaaf. Dus Tess heeft een nieuwe pony erbij. Ja, zullen we vast aan jou geven dan? Yay. bedankt dat je het allemaal hebt willen uitleggen. Ja, graag gedaan. Mensen. Nieuws. Die pony, Blondie heet ze. Ze is goed gekeurd! Yay! Ze heet Blondie. Ze is 4 jaar oud. Nou, ze is goed gekeurd. Ik ben super blij. Yay! Ik ga haar even pakken uit de weide, want ze staat al de hele tijd naast ons. Ik sta ook af en toe te giepelen tot Blondie die wil de cameravrouw spelen. Dus dan ga ik hem maar even pakken. Hopelijk vindt ze de paraplu niet te eng. Nou ja, ik ga even pakken. Waar is een lijntje? Daar. Dat is veiliger. Hier is de camera, ik weet niet waar jij heen loopt, maar die staat hierop gericht. Ja, perfect, Homer, je hoeft niet verder. Is goed zo. Blondie zit nog een beetje te kijken, dat komt door de paraplu. Maar er let er nu nog niet op. Nou, dit is Blondie. Ze is. Ze heet Blondie van de Marshoeven en we zijn nog bezig met de naam. We hebben haar voor dit moment even Rainbow Dash genoemd. Maar ik zit eigenlijk nog tussen te twijfelen tussen Rainbow Dash en Miss Blondie. Net zoals Miss Melody en een My Little Pony aan. Dus als jullie misschien hier een i'tje of jullie Miss Blondie willen of Rainbow Dash. En dat wordt de sportnaam, niet de echte naam, want haar echte naam is Blondie van de Marsgroepen. Ze is 4 jaar oud en ze is een NRPS. Zou ik jullie nog één bijzonder ding vertellen aan deze Blondie? Ik ben haar eerste echte eigenaar, want ze is van de fokker, is naar een stal toegekomen, heeft ze een maand gestaan. En dat was eigenlijk ook niet echt haar thuis, want ze wou haar weer verkopen.
En toen hebben ze haar verkocht aan mij. We gaan nu terug. We gaan nu naar huis toe met Blondie. En ik haal haar nu uit de stal. Ben ik de kapstok? Ja. Ja. Nou, het ging zelfs heel erg lastig en er was net zo'n regen als dit, maar dan nog harder. En dus ze laden niet zo makkelijk, maar het gaat nu al veel beter. Jij kan praten gelijk hoor. Maar het was vooral heel erg nat. We waren allemaal nat, kleddernat en het was koud. Want het gieten, och, dat wil je niet weten. Ik wou haar heel graag en ik hoopte ook heel erg dat ze goedgekeurd zou worden. En dat is ze gelukkig ook. En nu staat ze hier en dan heeft ze nu ook haar eigen boxje en ik ben echt super blij voor haar. We gaan de klinische keuring doen bij... Frankie Leslie, paardenkliniek de Raaphorst. We gaan beginnen. Eens even de chip aflezen. Hey Blondie. Nou, zien we dat de chip klopt. Dan gaan we alle... Dat weet je uit je hoofd? Nee, ik zie hier een nummer en ik zie hier een nummer. En dat komt overeen. Dus klopt die. Het? Ja, precies. Blondie van de Marshoeven. Zo, gaan we even meten. Hou maar. Spannend, ik weet het. En dan tegenwoordig is het zo dat ze ook op elke wedstrijd nagemeten mogen worden. Nou, het is natuurlijk belangrijk voor internationale wedstrijden. Als je internationaal, dan moet het een D-pony blijven. Hier is je 1,48 nu. Oké. Je hebt een beetje gras hier in mijn aan zitten. Hey. Ja.
zich is het fijn dat hij wel wat aftekeningen heeft. Je hem dan kan herkennen, makkelijker herkennen. Dan hoef je niet alle kruinen op te gaan schrijven om te zeggen, nou, het is hem inderdaad. En je ziet nu alleen rechts, links achter een wit voetje en een bles? Ja, ik noem het witte kroonwand vooroplopend. Oké. Okay. Dus je ziet dat die kroonwand is wit en die loopt aan de voorkant naar boven. Oplopend. Het is ook niet geen, kijk, het chipnummer en alles, dus het hoeft geen FEI-tekening te zijn nu. Maar je moet wel duidelijk kunnen zeggen van ja, we weten zeker dat het gaat om, om de pony uit het paspoort. Dan gaan we even aan je oren voelen. Voelen of er geen ectopisch tandje zitten. Soms zitten daar restantjes van een kiesje wat daar niet hoort te zitten. Dan zitten er niet. Kaakgewricht te voelen. Kijken naar je oogleden. Even kijken naar het derde ooglid. Nou, mooi open traankanaal. Het traankanaaltje van het paard komt hier uit. Het is een heel klein gaatje, zit daar. Kijk altijd of die open is. Ja, dan gaan we nou het stomste doen. Naar je tanden kijken. Heb je ze goed gepoetst? Ja. Dan voel ik naar wolfskiesjes. Een andere verandering op de lagen van. Die voel ik niet. Dat is een klein beetje ruwer net ervoor. Maar nou moet ik even je tong pakken, dat is ook stom. Even kijken. Naar dieper. Ik kan zo een redelijke inschatting maken van de situatie van de kiezen. Ik kan niet zien of er helemaal achterin of er ergens puntjes zitten. Kijk, als je echt goed onderzoek wil hebben van de kiezen, moet je ze altijd sederen, een mondklem in doen, met een goede lamp kijken. Maar dat is niet standaard. Kijk, als ik nu iets zie wat mij enige reden geeft om dat te doen, dan kunnen we dat doen, maar dat zie ik zo niet. Zo. Dan gaan we even kijken naar buigen en strekken. Ja, is goed. Je hebt ook fysiotherapie gestudeerd? Ik heb wel de VES gedaan. De VES is een soort opleiding voor dierartsen en fysiotherapeuten die meer met ruggen en halzen bezig zijn. Ik heb dit namelijk nog nooit gezien, pijnkeuring. Nee, je leert daar wel meer in dat voelen naar de rug en de hals. Dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Zeker. Dan kijken we altijd eventjes of het bloedvat opzet. En of die weer netjes leeg loopt. Nou, dat doet hij. Je ziet hem mooi oplopen. Niet? Wel. Even voelen naar de facetgewrichten. Daar geen pijnlijkheden op. Het schouderblad. Biceps space. Schouder zelf. Dan gaan we mijn been verder navoelen. Ribben voelen. Ja, ik kijk even hoeveel bewegelijkheid zit in de rug. Moet je ergens een teken van pijnlijkheid laten zien. Moet er even iets. Ja, dat zou je misschien even minder leuk vinden. Ja, ik weet het, ik weet het. Goed zo. Knie voelen. Patellabanden, collateraalbanden. Wat voor banden? De patellabanden, dus van de knieschijf. Ja. En de collateraalbanden. Dus die houdt de knie bij elkaar. Zie je dat het kleine huidplekjes heeft. Met schilfertjes. Niet heel spannend. En waar duidt dat op? Ja, het kan dat dat wel iets geschuurd heeft. Of dat het wat lichte zonnebrand is geweest. Sommige paarden zijn inderdaad heel gevoelig voor verbranden. Dan kan je inderdaad wel zonnebrand erop doen, hoge factor. Of gewoon dikke witte crème. Dat kan ook gewoon goed helpen. Dat is keurig. Nou, even kijken. We gaan het even donker maken. Gaan we even naar het oog kijken. Je hebt daar geen spannend dokterslampje voor? Die heb ik wel, maar deze werkt net zo goed. Even kijken of de cornea, dus de hoornvlies, of die gewoon mooi helder is. Die pupilreflex heeft, of een rare
Soms zie je een beetje blauwe wazen of littekenweefsel erin. Ik zie niet dat er een haartje in zit. Zie. Die heeft nu weggeknipperd. Hetzelfde. Het was net te laat om te zien dat die pupil kleiner werd. Een mooie pupilreflex. Een mooie heldere cornea. Ja, geen gekke dingen daar. Even daar een dreigreflex. Was dat goed? Ja, okay. Ze reageerde erop. Okay. Het is niet onder indruk. Nee. Verder hebben we hier geen gekke dingen. Gaan we even luisteren. We luisteren eerst naar de hartslag. Daarna gaan we naar de long luisteren op verschillende plekken. Gekke. Aan de andere kant. Eerst weer naar het hart. Dan ga ik even de neus dicht houden. Je moet ze even de adem inhouden. Dan gaat ze soms heel diep inademen en dan kan ik het even beter horen. Soms vindt ze het niet zo leuk het einde. Dus even opletten dat ze geen beuk geeft. Bijna. Nog even iets stoms doen voor haar. Ga ik even in de keel knijpen en dan kijken we hoe ze reageert. Het kan zijn dat ze wat hoest. Heel normaal is dat. Maar als je ervoor staat, dan krijg je altijd snot in je. Dus een klein stap opzij, heel goed. Ja. Heel goed. Dan mag ik hem even vierkant zetten. Dan gaan we nog even kijken naar de stand. We kijken naar afwijkende beenstanden. Of grote verschillen tussen links en rechts. Die zien we zo niet. Je bedoelt naar binnen en naar buiten gedraaid? Nee, steilere voet, ja, ook, maar met name een steilere voet en een wekere voet. Okay. Wat we wel zien is dat bij gebruik, met name bij hoger gebruik, dat we zien dat paarden die heel ongelijke voeten hebben minder lang meegaan. Dat zien we hier gelukkig niet. Dan gaan we verder met het tweede gedeelte en dan gaan we over op het lopen. Je bent tevreden? Sorry? Je bent tot nu toe tevreden? Nee, ik heb geen gekke dingen gevonden tot nu toe. Ja, helemaal goed. Ziet er allemaal niks uit. Ik ga nu stappen op het rechte lijn, want? Ja, nou, ik wil nu de gangen zien, dus we gaan eerst naar het stappen kijken. Hij zwaait een beetje, of lijkt dat maar zo? Hij zwaait wat uit. Hij is ook 4. Oh ja. Naarmate je traint, wordt dat minder. Meestal wel. Als je meer bespiering hebt aan de achterhand, krijg je meestal dat inderdaad stabiliseert. Het ligt al een beetje aan in welke mate hij doet. En zoals we zo meteen zien met drapen. En op zachte bodem hoeveel, welke mate hij het dan nog doet. Nog even draven. Je hebt een stuk rechter draaf omdat hij stapt. En dat is normaal? Dat is normaal, ja. Okay. Dat ze dan meer spiergebruik hebben of zo? Ja, en minder ruggebruik. Stap even klein achtje. Kijken wat hij doet. De kleine volte. Die normale coördinatie heeft. Dan doe ik het zelf altijd ook nog een keertje. Oké, dankjewel. Andere kant. Dan eventjes duwen op de plek van de aanlichting tussenpees. Even wat
een beetje knijpen in de pees. Nou, hem 30 seconden vast, dan is de buik. Een kleine minuut. Een kleine minuut, oké. Okay. Ja, ik tel uit mijn hoofd, dus het is ongeveer een minuut. Achteraf gekruisigd wordt het waren maar 45 seconden. Dat gebeurt hoor. Nee joh. Wat het idee is natuurlijk, je hebt ondertussen wel zoveel ervaring dat je weet bij een bepaalde spanning van hoe een paard daarop zou kunnen reageren of moet reageren. En ook afhankelijk van de leeftijd van het paard en wat hij al gedaan heeft. Zo met 4-jarigen die eigenlijk weinig gedaan heeft, verwacht je eigenlijk daar geen gekke dingen op. Je krijgt ook absoluut geen reactie op het aanspannen van die kogel. Ook als ik er even wat meer druk op zet, doet hij ook niet. Doet hij daar niks op. Dat nu wil hij gewoon eruit. Is hij juist wat? Iets anders, ja precies. En nu zijn de tijd om. Dan gaan we lopen. En zie je dat hij gewoon netjes wegdraaft. En dat hij iets hobbelt, dat mag. Ja, je ziet dat hij wat coördinatie mist. Het is een beetje heen en weer. Nou, ik bedoel eigenlijk met dat voorbeen dat hij tak-tak doet, dat mag. Wat doe je met tak-tak? Nou, dat hij voordat hij wegloopt, niet gelijk in draf netjes wegloopt, maar iets. Oh ja, dat is normaal. Ja. Ja, we kijken met name naar inderdaad van die eerste, van ontlast hij hem, die eerste passen. Nou, dat doet hij niet. Dus achterbeen. Oops. Eerst eventjes de onderkant buigen. Kijk weer, van, geeft hij een pijnreactie op. Zetten we even wat druk op de aanligging tussen pees. Ja, ook geen reactie op. Dan buigen we verder. Pakken we de sprong in de knie erbij. Kan precies hetzelfde doen. Oké, okay. Gaan we even naar de andere kant. Het draaf is op zich netjes. Je ziet dat hij een beetje kijkerig is naar het huisje, dat hij naar binnen komt. Dat niet. Maar dat mag. Ja hoor. Zeker als je 4 bent. Ja. Hij is ontzettend braaf. Ja, vond ik ook. Anders was ik niet aan een 4-jarige begonnen. Nee, even andersom. Zijn er dingen die je nu opvallen? Op zich dat hij correct draaft, alleen dat hij af en toe wat zoekend is achter. Dus je ziet dat hij ook wat kijkerig, wat moeite dan om de juiste lengtebuiging aan te nemen. Kijk, hij blijft naar buiten kijken natuurlijk, daarom wat buitenstelling. En daarom zie je dat hij geen mooie lengtebuiging aanneemt. En daardoor af en toe zie je dat hij in de war komt met zijn plaatsing van zijn achterbenen. Yeah. Dan moet hij af en toe wat compenseren. Dat zie je daar, maar ik zie geen duik, zelfsmatige kreupelheid erbij. Wat die keertje galop alsjeblieft. Oké. Okay. Dan springt hij overkruist. Komt ook deels omdat hij natuurlijk in de verkeerde stelling zit. En dan is het altijd fijn dat ik natuurlijk al die videobeelden heb gezien onder het zadel. Van je in galop en in draf. Zodat je ook kan zien hoe het is als het wat meer ontspannen precies is allemaal. Ja, exact. Ja. Kijk, anders zou ik nu vinden dat hij achter dat zijn been af en toe wat dicht bij elkaar houdt daar. En dat hij wat moeite heeft daar om stabiliteit en een goede galopsprong te vinden. Yeah. Soms noemen we dat, als het stelsmaat doen, dat ze dat bunnyhoppen noemen. Yeah, yeah. Daarbij daarachter. Ja, dat kan soms wijzen op problemen bij SI-gewrichten of andere problemen in het dekken. Yeah. Gelukkig weet ik dus inderdaad van die video's dat hij onder het zadel wel normaal galoppeert. Hier heb je natuurlijk ook veel spanning. Mm-hmm. Dat speelt er ook mee. Mag hij een keertje andersom? Het was net met voelen van het bekken was hij niet gevoelig. Nee. Niet gevoelig bij provocatie van het bekken. En zo meteen na het bewegen gaan we natuurlijk nog een keertje navoelen. Want dan heeft hij bewogen. Dus het vaak wat. Kun je er wat meer over zeggen. En dus is het eigenlijk wel heel goed dat je van tevoren video's gezien hebt. Ja. Want dit blijft een momentopname. En heb je in ieder geval 2 momentopnames. Maar nog een keertje terug. Nog een keertje aangalopperen. En waarom vraag je dat? Omdat ik het een paar keer wil zien achter elkaar wat hij doet. Je ziet dat hij hier wel in één keer de goede galop kiest en de goede galop houdt. Dus links is voorkeurkant. Ja, dat hij makkelijker in zijn linker lengtebuiging zit hier dan in zijn rechter. Wacht, nog een keertje andersom. Dat hij daar na de galop even wat mispasjes had. Ik heb dat niet gezien. Nog een keertje galopperen.
luister ondertussen ook naar de ademhaling. Ja. Vind je daar ook iets van? Nee, normaal. Geen hoogtonige geluiden, geen andere. Het is makkelijk om te zeggen van wat had ik het liefst gezien. Ik had het liefst natuurlijk gezien dat hij niet wat wijder werd in stap op de rechte lijn. Dat hij hier, dat hij bij vlagen gewoon heel netjes loopt en dan af en toe wat zoekend wordt achter. Aan de andere kant, het is een vierjarige wat dat betreft. En dat hij daar nog wat slapper is achter. Denk ik dat wel iets is om hem te vergeven. Even extra opletten naar de knie zo meteen. We maken nog even extra opnames van de knie voor achterwaartse. En dat daar geen verrassingen in zitten. Ik wijd dat hier, dat hij af en toe gewoon meer gewicht zit op buiten achterbeen, wijd ik meer aan dat hij naar binnen komt. Ja. Daarbij. Dat hij wat, dan dat hij dat er een stelselmatige onregelmatigheid in zit. Oké, dankjewel. Neem even mee naar binnen, ga hem even naluisteren. En daarna doen we de harde voltes en de rechte lijn nog een keertje op harde bodem. Ja. Daar geen gekke dingen. Gaan we nog even lopen buiten. Samenvattend voor het klinische gedeelte. Hebben we gezien dus met lopen, met de stap op de rechte lijn. Hè, dat hij daar een klein beetje wijd wordt. Ja. En dat hij inderdaad in draf dat beter is. Dat hij dan netjes recht kan draven. Geen coördinatieprobleem. Met de korte bochten zie je dat als ik hem omdraai. Dat hij daar geen gekke dingen laat zien. Op de zachte bodem zie je dat hij het een beetje spannend vond, dat hij een beetje gespannen was. En ik denk dat dat inderdaad de oorzaak is dat hij gewoon vaker wat overkruist springt daarbij. En dat hij af en toe de gewichtplaatsing op zijn achterbenen wat ongelijk is. En met name linksom, waar we daar meer verandering in zagen. Wat we wel eventjes doen op het eind, dat we nog eventjes naar, omdat hij dat doet, even naar het bekken kijken van binnen. Dat plakken we dan even aan vast. Verder wat huiddingetjes, wat ik zei rond de mond, dat je wat plekjes zag daarop, dat vind ik niet belangrijk. In de, achter de elleboog aan de rechterkant zie je wat kale plekken. Dat kunnen duiden natuurlijk op een oude schuurplek of dat het een oude schimmelinfectie is. Wel even iets om in de gaten te houden, maar niet meteen iets waarvan ik zeg, daarmee wordt de pony onbruikbaar. Mijn inschatting dus van hoe het lopen is nu bij een vierjarige die dit laat zien, is dat er nog gewoon een gebrek aan training en bespiering is daarbij. En wat mij betreft zou hij daarvoor het voordeel van de twijfel krijgen. Voor het wijd worden en inderdaad die coördinatieproblemen. Mits hij verder inderdaad op de foto's en op de scan van het bekken gewoon goed is en geen gekke dingen laat zien. Gaan we dus verder met het volgende gedeelte. We nemen bloed af. Bloed heeft altijd even een protocol. Yeah. Helaas is dat nodig tegenwoordig. Dus wat we doen is dat we nemen een aantal buisjes nemen we af. Die doen we daar in een centrifuge. Daar halen we het serum halen we uit. Het serum gooien we over in andere buisjes. En dat doen we in een gesielde case. En die gaat er bij ons in de vriezer. Okay. En die bewaren we voor 6 maanden. Mocht er in de tussentijd dat er een probleem is of dat je wil weten. Helpt hij iets? Precies, is er iets aan medicatie gegeven? Dan kunnen we dat altijd nog nakijken. Ja? Oké. Okay. Als ze fijne ponies haar hebben, dan zie je het niet zo erg. De naald. Ja. Even inzoomen voor de gevoelige kijkers. Je ziet helemaal niks. Je ziet dat het buisje langzaam vult. Ja, dat is waar. Het lijkt veel zo, 5 buisjes bloed, maar het is natuurlijk voor een paard echt heel weinig. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, hebben we net besproken. Ja. Het paspoort, dan gaan we die inlezen. Dit is een bloed. Dus het bloed is in een centrifuge geweest. Ja. Al die buisjes, daar hebben we dus het serum van afgehaald. En die hebben in andere buisjes gedaan. En nu is het gewoon hier ook neer? Nee, de rode bloedcellen hebben we eruit gehaald. Die hebben we niet nodig hiervoor. Okay. Wat we overhouden is inderdaad geel serum. En dit onderste, dat is gewoon Contella. Buisje? Ja, precies. Okay. Nou, die doen we hierin. We hebben de ring eraf gehaald. We gaan hem nu aandraaien. Dan kan je die nooit meer maken. En hoe maak je hem dan open als het misgaat? Dan breek je hem. Oh, okay. Dus je kunt hem maar 1 keer openmaken. Dus je kunt nooit hem eruit halen. Zoals de veiligheidsmarge daarvan. Dus we schrijven daar het nummer dus bij de keuring.
En dan doe ik er even stikker op en dan leggen we hem bij ons in de vriezer voor 6 maanden. Oké, okay. Ik heb hier bij me. Kijk, Leslie, een paar literaporst. En vandaag gaan we de röntgenfoto's doen. Nou, tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, hebben we net besproken. Ja. We gaan verder met het beeldvorming gedeelte. Beginnen we even met röntgenfoto's. We gaan röntgenfoto's met benen maken. Daarbij maken we de standaard set plus een paar aanvullingen die we hier maken van de knie bijvoorbeeld en van achter van de kogel. Als dat allemaal normaal is, als daar iets abnormaals is, dan gaan we het eerder bespreken. Is dat allemaal normaal? Dat ik verwacht, want ik heb de oude foto's al gezien, ik verwacht niet dat daar heel veel spannende nieuwe dingen in zitten. Als het normaal is, gaan we verder met de hals en de rug. Daarna zullen we die bespreken en daarna zullen we inderdaad eventjes een scan van het bekken doen en even bespreken wat daar moet zien. Oké. Okay. Ja? Waarschijnlijk zal die foto's maken een klein beetje spannend vinden, dus van kijken hoe dat gaat. Als je het een beetje spannend vindt, dan zal het een klein beetje moeten studeren. Dus vraag ik altijd de toestemming van degene die bij me is. Ja, prima. Ik doe geen vraag voor de toestemming. Of je even door wil zingen, geloof ik. Wat van mee zingen. Met klei. Met zijn vriend. Ja. Zullen we kijken al eerst even of die goed is. Ja. En de foto's van de onderkant van de benen, die zijn allemaal zonder sedatie gedaan. Maar nu gaan we naar het grote apparaat. En dan wordt er wel even een klein beetje suf gemaakt. Omdat het apparaat denk ik een hoop herrie maakt. Nee, zegt ze. Nou, ik denk het wel. Ietsje, hè? Ietsje open. Ja. Nou, we hebben de set gemaakt, dus we kijken naar de kogel voor. Dan kijken we inderdaad, dan zien we daar OCD-fragmentjes, zien we andere spannende dingen. Daar maken we ook uitprojecties van. Dus we hebben ze allemaal net al bekeken, dus ik zal ze even snel overlopen. Achter de kogel, daar fragmentjes zien we ook niet. Maak altijd even een aanvullende opname. Kijk, hier bij deze kon je mooi er tussendoor kijken, maar soms mis je dat. Dan kan je daar fragmentjes missen tussen. Nou, verder. De sprongen hebben foto's. Geen spannende dingen op. Snel doorlopend knie. Die hadden we natuurlijk al eerder gezien. We hebben even een aanvullende opname gemaakt. Omdat soms mis je anders veranderingen. Bijvoorbeeld kiestes in de condiel. Dat zien we niet. De andere kant zien we die ook niet. Dan is het dit. Veel mensen die schrikken altijd als ze dit zien. Ik wou net zeggen, mensen, en wat is dat ja, dan? Ja, mensen natuurlijk een tibia en fibula zijn echt twee botten. En bij het paard is dit normaal een overblijfseltje van het bot. En dan zie je vaak aparte verbeningskernen. Ja, dus dat die niet volledig verbeend is, maar dat daar nog ja, lijkt er een breuk in te zitten. Er zit natuurlijk wel verbinding in, maar er zit geen botverbinding tussen. Wat verder prima is. De andere kant de sprong. Nou, de benen waren dus eigenlijk allemaal goed. We hebben naar de foto's gekeken, van de hoeven. Nee, je was natuurlijk ook benieuwd naar van hoe was dat met die afstand van die hoeven. Nou, dat ziet er allemaal netjes uit. Daar geen gekke dingen. Aan de andere kant, de opnames, de straalbeentjes zien er gewoon verder keurig uit. Zijn we naar de rug gegaan, dan zien we eerst de schoft. Hier, dit is ook waar mensen ook vaak van schrikken, maar ook hier heb je dus aparte verbeningskernen op de schof. Dus compleet normaal wat je hier ziet. Dan gaan we iets verder naar achteren toe. Een keurige ruimte tussen die spinaaluitstekers, geen veranderingen. Dus dat is gewoon helemaal netjes. Dan gaan we nog verder naar achteren toe. Je blijft zien, hier zien we nog de laatste ribbogen.
nog iets aan de achterkant met de facetgewrichten zien en de bovenkant van die wervels. Dat laatste waar je het bekken eigenlijk krijgt, waar het lastig is om er doorheen te schieten. Kijk naar de onderkant, we geen spondylose zien. Spondylose betekent dat je brugvorming krijgt aan de onderkant van die wervels. En die ook hier zie je dan facetgewrichten kun je dat beoordelen en de ribbogen. Dat ziet er allemaal goed uit. Dan moeten we helemaal naar voren waar we bij de schouder eigenlijk komen. Dan gaan we naar de hals. En hier zie je, dit is de eerste borstwervel. Want die heeft al een soort spinaal uitsteeksel dat je er bovenop zitten. Dit is dan de laatste halswervel. Dan zijn we benieuwd naar van hoe zien die facetgewrichten eruit op die plek. Nou, het ziet er eigenlijk allemaal netjes uit hier. Dan gaan we verder naar voren toe. De halswervels tot we bij de atlas en de axis komen. En dan kijken we naar het achterhoofd. Het ziet er ook netjes uit. Dus we hebben net uitgebreid bekeken die foto's en nu eventjes de vlucht doorheen gescrollt. Maar zoals we al liet zien hebben we daar geen bemerking op waarvan ik denk dat er een onaanvaardbaar of verhoogd risico zit. Dus wat dan ben ik tevreden. En nu gaan wij het laatste onderdeel doen, namelijk de echografie. En ik heb bij me Franklin Leslie, een paar liter raaborst. We gaan beginnen. Dus het gaat eigenlijk om wat we willen zien is eigenlijk inwendig van het bekken. We gaan zo meteen naar binnen en dan gaan we kijken naar het bekken, vooral naar het SI-gewricht en het limbosacraalgewricht. En dat kun je niet van de buitenkant zien, dus dat, daarom moeten we eventjes even naar binnen en dan kijken we wat daar te zien is. Nu kijken we dus naar de onderkant van de wervels. En dan zien we hier eigenlijk de overgang tussen het heiligbeen en de laatste lendenwervel. En dan kunnen we precies tussenin kijken, zien we de tussenwervelschijf, we zien het zenuwkanaal daar. Ziet er gewoon netjes uit. Een beetje naar voren toe. En krijgen we hier de overgang tussen de wervels, tussen de vijfde en zesde lendenwervel. Nog ietsje naar voren toe. Kijk. Oh ja, dat vind ik niet zo leuk. Dan zien we de aorta. Dus het bloed zie je daar kolken. Die ziet er ook gewoon uit. Oké. Dan gaan we vanaf hier deze overgang. Ja, dan gaan we opzij. Dan krijgen we hier het gewrichtje. Tussen de dwarsuitsteeksels. Dit is aan de linkerkant. Ja. Nou, gaan we nog een keertje opzij. Dan krijg je hier de zenuw, die komt hier uit het bot. Dat is die witte vlek. Dan iets naar achteren toe. Oh, dan komt de volgende zenuw eruit. Dan gaan we opzij en komen hier bij het SI-gewricht. Nou, dat ziet er keurig uit. En we zien daar de plaat van het heiligbeen en de plaat van het bekken. Keurig. Oké. Okay. Dan gaan we precies hetzelfde doen, maar dan aan de rechterkant. Dus hebben we hier weer het gewrichtje tussen het dwarsuitsteeksels. Dat zwarte lijntje. Oké. Okay. Zenuw die eruit komt, iets naar achteren toe. Dan hier de volgende zenuw die eruit komt en dan kan ik mijn arm eventjes draaien. En dan hebben we hier de andere kant als SI-gewricht. En die is ook keurig. Oké. Maak even split screen. En waar maak je dat? Dan kun je vergelijken links en rechts. Okay. Het ziet er wel anders uit, of lijkt dat maar zo? Ja, dat is ietsje. Oké. Okay. Nee, op zich is het hetzelfde. Ja, wat je ziet. Je ziet hier het bloedvat. Die maakt dat je het mooi kan zien. Dan hebben we hier het heiligbeen. Hier hebben we het bekken. En dit is het SI-gewricht. Dus heiligbeen, SI-gewricht, bekken. Dan kijken we naar de zwelling. Dan zien we daar extra botvorming op. Maar dit ziet er allemaal redelijk rustig uit. Het fijne is dat het nu met de apparaat, een nieuw apparaat, is de eerste. Het is een Omega van SO2. En dat is eigenlijk de eerste waarmee we deze kwaliteit van beelden kunnen krijgen met een mobiel apparaat. Waarbij we dus inderdaad goede bekkenscans kunnen maken op locatie. Ik ben er erg blij mee. Dit was de echo. Echografisch gedeelte. Ja. Precies.
En geen, dus geen bemerkingen van ik zeg, nou ja, dat geeft een duidelijk verhoogd risico voor de pony. Dus eigenlijk wat we net gezien hebben met de spanning bij het aangaloperen. In combinatie met het voelen voor en na de beweging. En wat we zo nog wilden, denk ik niet dat daar een verhoogd risico aan krijgt. Voor mij is het acceptabel en past het nog gewoon bij een jonge pony die nog veel moet leren. Ja, helemaal goed. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en wij gaan kijken naar een knappe Palomino Mary. Ik ben benieuwd of dat gaat worden. Ik heb net gekeken bij de blonde pony. En het was super leuk. Ze kon springen. Blondie is aangekomen en wij ook op een zoutje staan. Maar ze wordt heel gekeurd en ik vind het heel erg spannend dat er nog wat goed gekeurd wordt. Naar mijn mening een positief advies voor aankoop. Deze nog voor jou. Alsjeblieft, je mag je haar opruimen van de pony. Ik zal het wachtje pakken. Je moet wel netjes achterlaten natuurlijk. Ik vond het heel erg spannend, want ik wou haar heel graag en ik hoopte ook heel erg dat ze goedgekeurd zou worden. En dat is ze gelukkig ook. En nu staat ze hier. Dus nu krijgt ze een rondleiding over de manege. En wie herkent het holster? Lekker snurken, voor alles aanhoren. Wat is Tess ineens weer klein, jongens? Tess is ineens weer een heel klein meisje. Ik denk dat je poep moet ruimen. Oh, nee, je moet poep ruimen, Tess. Kijk, opruimen. Elisa, hou jij de pony maar vast. Oh, Blondie moet mee, poep scheppen. Moet ze leren. Ja, dat geloof ik. Ik laat Kim met het meetlint gewoon even Blondie meten. En dan kunnen we eventjes checken hoeveel ze ongeveer weegt. 351 kilo. Blondie is hier natuurlijk, sinds kort. En die komt van achter Zwolle vandaan. En hier in Rotterdam hebben wij nou niet eenmaal de beste luchtomgeving. Dus zoals bij al onze paarden gebeurd is Blondie nu ook aan het hoesten. Van Ecostyle hebben we Long Vitaal gekregen. En ik ga Blondie Long Vitaal geven om te kijken of dat helpt bij het hoesten. Nou, ik ga vandaag met Bel rijden en dan gaat ondertussen mijn moeder met Blondie bij me stappen. En dat vind ik heel gezellig. En ik heb nu ongeveer 3 kwartier om dingen met Blondie te doen. Daarna ga ik wel opzadelen. Nou maakt ze dat leuk. Dus ik denk dat haar hinderstem een beetje op is. Zo. Tess heeft even Blondie gelongeerd. Ging niet zo goed. Nee. Maar dat geeft niet. Blondie moet gewoon even aan alles wennen. Die vindt alles nog even spannend. Dat geeft niks, dat mag allemaal. Dag 1, Blondie op stal. Ze is gisteren gekomen. En wat heeft ze? Staart kapot gescheurd. Die ongelooflijk prachtig mooie staart. En gelijk jeuk.
Dus ik ga er even ook oorbalans geven, want dit wil ik natuurlijk helemaal niet, want daar is die veel te mooi voor. Samen met Blondie even bij Tess aan het kijken. Kan ze ook deze bak eventjes leren kennen. Want alles is natuurlijk hartstikke nieuw. Tess is hier achter me. Daar. Oh, dat is mijn vinger. Daar dus nu inmiddels. Hey Tess, je krijgt die fantastische nieuwe pony, maar vergeet niet je pony te meten, want die deken die moet wel perfect liggen en een deken die te groot is, die gaat vast liggen, die gaat scheef liggen, die gaat trekken. Dus meet even die knappe pony van je op. Mama! Ik heb het Lucas Medelins gehaald en ik ga nu eventjes voor Tess Blondie opmeten, zodat we ook voor haar prachtige Lucas dekens kunnen halen bij Jacob. Ja, helemaal zin in. Ja, kijk, we gaan even meten, zo. En dan moet hij tot de bil, dus dan wordt het een iets hoger, Tess, op de schouder en dan halverwege de borst, ja. Hey dames. Hallo. Okay. Hallo. Hoi. Ik heb wat bij voor jullie, knap het Blondie. Oh, leuk. Hey, het zijn een paar dekens. Een zebra vliegendeken. De Recutex deken. Waarvoor is de Recutex? Dat is een therapiedeken. Daar wordt Blondie helemaal soepel en ontspannen van. Cool. Een hele fijne regendeken. En als die voor op stal? Die kan ook voor op stal. En er zit een speciaal laagje in dat je nooit meer een zweetdeken nodig hebt. Heerlijk. En een vliegenmasker. Wat de vervelende insecten. En die past dan weer mooi bij de zebradeken. Helemaal top. Zet je. Vrijdag is de tweede dag van Blondie dat ze bij ons is. Tadaa! Ik heb even een fietsminispuitje voor haar gehaald. Het is natuurlijk hartstikke stressvol, al die gebeurtenissen die ze ondergaan heeft. Het reizen, lange reizen, de keuring en vervolgens hier staan. Helemaal weg uit haar oude omgeving, dus dan moet ze even wennen. En nu krijgt ze gewoon wat extra hulp, weet je. Dus ook om de wintervacht los te laten, want ze hebben nog steeds wel heel veel wintervacht, ook al borstelen we veel. En daarna mag ze even lekker op de wei. De eerste keer op de wei, laten we los. Ga maar. Ik ga even alleen vandaag. Wil is nu aan het springen, tenminste je gaat zo springen. Kijk wat ze doet, als ze niks doet, mag ze alleen staan. Verona die kan ik niet zomaar ergens bij zetten, die doet al vervelend. Eigenlijk wel binnen, dus sorry. Maar die doet dat vervelend, dus die moet eerst Blondie leren kennen en daarna kan ze pas samen. Ja, ze gaat wat. Dus nu eventjes alleen. Zal ik even kijken of het met Bel gaat. Ik kan ze even lekker grazen. Nou, het was het dus al. Ik ga even rennen of zo. Nee hoor. Ik vind het best. Tot beweging. Nou, Blondie ziet dat Bel komt. We gaan nu kijken wat ze gaan doen. Spannend. Wel een rot momentje. Natuurlijk zal het allemaal wel weer meevallen of niet. Maar ik vind het altijd heel vervelend zulke dingen. Omdat je niet weet hoe ze reageren. En ik eigenlijk Blondie niet goed genoeg ken. Nou, ze staan samen. Kijken wat ze doen. Bel is altijd gewoon braaf. Die heeft dorst, die heeft natuurlijk net gesprongen. We gaan even kijken. Ik groet met het belletje trouwens. Nou, die gaat even kijken. Hallo, ik ben Bel. Wie ben jij? En daarom kiezen we voor Bel. Bel is zo beleefd en zo aardig altijd. Dat is toch lekker, hè? Als je gesprongen hebt, dat je nog even in de wei kan en dan ook nog lekker kan rollen. Hoe fijn is dat? Heerlijk. Nou, Rick is er. Die gaat even kennis maken met de nieuwe pony. Rick die praat altijd alsof hij in de Efteling is. Alsof hij zo'n hollebolle gijs is. Oh,
Blondie wil wel mee. Nou, Bel zegt ik kom ook. Toet toet. Toet toet. Kom maar mee. Toet toet. Ja, kom maar aan, Tess. Nou, daar gaan ze. Nou, Blondie en Verona samen. Kijk hoe dat gaat. Ik hoop op het beste. Vrouw vindt er wat van, we doen er wat. Zo, pittig. Nou, oké. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Zo, laatste waar we mee moeten proberen. En dat is Henja. Dus die staat al op de wei. En Blondie mag er nu bij. Dus we gaan even kijken wat de dames samen verzinnen. En jij kijkt verstoord. En jij denkt ik ga eten. Niet doen, Tessa. Nou, vandaag is het zondagochtend en ik ga voor het eerst op Blondie rijden hier. En Blondie die heeft er al helemaal zin in, want ik had net thee vast en dat vindt ze heel interessant. Ik vind het spannend, maar ook echt heel erg leuk. Nou, het is zover jongens. Spitje in. Blondie zegt nee. Ja, zegt ze. Oké. Okay. Als het dan echt moet, dan doe ik het wel. Het zit wel een beetje. Nou, daar zijn ze hoor. Eerste keer in de bak. Nou, we gaan het meemaken. We hebben toch even body protector aangedaan. Voor de zekerheid. Het zou niet nodig, of niet nodig moeten zijn, maar je weet het nog nooit. Krukje erbij. Soms is het een stukje rol erop. Dat is ook goed voor om daar even aan te wennen. Elisa is ook zo vroeg naar bed uitgekomen. Voor deze bijzondere gebeurtenis. Nou, dan gaan we. Zit, maar ik denk dat de beugels te lang zijn, of niet? Ik moest even de zadel checken, dus ze was al aan het lopen voor ik kon filmen. Op de pony. Voor het eerst zonder va, zonder lijntje. Maar alles eigenlijk. Ja, body protector. Nou, die hebben ze normaal ook al. Bij de andere ponies. Nou, Blondie moet nog even wennen. Maar volgens mij is
zo het eerste idee wel aardig. Ik ga nou even de deur dicht doen. Nou, gelijk maar even van buiten. Het lijkt buiten ontspannender dan binnen. Alsof ze dit meer gewend is, fijner vindt. Het ging super goed. Ik ben ook echt, nou, ik ben blij dat het zo goed ging. Want het zou ook kunnen zijn dat ze in het heel wild deed, maar dat deed ze niet. Ze was hartstikke braaf. Ik zou naar buiten gegaan en heb ik daar even gestapt. Toen ging het zo goed dat ik zelfs nog een sprongetje mocht maken. Daarna ben ik uitgestapt in de waterbak en het ging echt heel, heel, heel erg goed. Dus gaat vandaag voor de tweede keer rijden, het is dinsdag. Nu ga ik gewoon rijden, maar wel rustig aan, want met Bel heb ik een half uurtje gereden. Omdat het gewoon heel erg warm is. Het is nu 30 graden. En het is een beetje heel erg warm. Nou, ze zit erop, buiten. Blondie heeft besloten dat ze daarvoor heel netjes moet lopen. Ik zei Blondie, ik zei niet Tessa. En vandaag hebben we een roze ensemble. Alles is licht roze en wat donker roze. Tessa zegt dat Blondie jonger is dan Tessa en daarom een licht roze ensemble heeft. En aangezien Tessa wat ouder is, heeft zij een donker roze ensemble. En dan in combinatie natuurlijk met een blauwe GPA helm en een blauwe broek. Dat dus een zwarte laarzen. Nou, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze zijn samen door de ringen aan het stappen. Misschien vindt Blondie het een beetje spannend, ik weet het eigenlijk niet. Het is wel goed voor de oefening dit. Ik weet niet wat het was, maar het is eventjes jolig gedaan hoor. Oh, nog een keer. Ja, het is vooral bezig om haar langzaam te laten rijden, lopen als zij dat wil. En dat doet ze eigenlijk alleen met haar zit. Zodat ze niet aan de teugels hoeft te zitten. Dat is niet makkelijk. Maar op een gegeven moment gaat ze wel begrijpen wat Tess bedoelt. Ja, ze gaat nu al best wel langzaam weer. Tenminste, langzaam is het verkeerde woord, maar netjes op tempo. Zo moeilijk, dat geeft niet. Nou, Stel zit al zonder beugels. Ze probeert nu vooral met haar benen te sturen en niet met haar teugels. Zodat ze wat meer naar de zit gaat luisteren en wat minder bezig is met wat er met haar hoofd gebeurt. Er meer ontspanning gaat komen. Gewoon alles chill. Ze is nog jong. Allebei zijn ze nog jong. Dat was moeilijk. Dat is het enige wat moeilijk is. Ja, van galop naar draf, dat snap ik wel, ja. Ja. Nou, de eerste keer gelijk maar zonder zadel. Nou ja, niet de eerste keer, maar we hebben er nu 2 weken, 3 weken. 3 weken en 1 dag. 3 weken en 1 dag.
Moet maar even zonder zadel proberen. Lekker uitstappen. Fijn voor de pony. Fijn voor Tess. Beetje werk aan vertrouwen. Zo, met Blondie aan de wandel. Even buiten om een keertje. Dat kan Tess niet zelf gelijk doen. Dat moeten we eerst even kijken hoe dat gaat. En die was op buitenrit met Bel. Dat is mijn momentje om eventjes buiten om te gaan. Maar ze is echt braaf. De tandarts is geweest. Dus ik denk, nou, de statie is bijna over. Ik zit even in de stapmolen. Voor Blondie is dat een mooi moment om de eerste keer te doen. Want dan is ze natuurlijk nog rustig van de statie. Nou is de statie nog een uur geleden hoor. Dus ze vinden het toch nog wel spannend. Maar ik denk dat het wel minder spannend is dan dat ze gewoon zo in één keer erin had gemoeten. Eerste keer buiten. Gaat uiteraard ook goed. Ik versta er ook niks van. Wat? Eerste keer buiten met iemand erop, dat is waar. Ik ga er achteraan rennen. Nou, eerst kon ik achter Bel aan wandelen. Nu wandel ik achter Blondie aan. Moederleven verandert echt niet omdat er toevallig een andere pony komt. Wij keuren achter de ponies aan. Of je parkeert je pony gewoon even tussen de auto's, dat kan natuurlijk ook. Tess is geparkeerd. Ik zei dat ze even moest wachten. Ik was wel even vertellen wat ze van haar buitenritje vond. Nou, daar komt ze. Eén geparkeerd. Nou, ik ben dus op buitenrit geweest en het ging verrassend goed. Ze vond sommige dingetjes nog wel een beetje eng, maar dat was het. Het is donderdag vandaag en Blondie is niet zo heel blij geweest de vorige keer dat ze op de trailer moest. En graag willen we natuurlijk haar gewoon, ja, vervoeren. Dus vandaag gaan we eventjes met haar op een rustige manier oefenen. Zodat ze kan kijken dat het allemaal niet zo spannend is. En dat gaat Tess doen. Nou, ze is nu 2 weken niet in een trailer geweest. Dus we gaan even kijken wat ze doet. En ons vooral niet druk maken op deze zonnige dag. Laat er maar van ruiken, dat is prima. Maar even gewoon kijken. Daar is de hele pot. Die had ze al gezien. Maar zo kan ze de klep niet op, Tess. Dus dat is geen goed idee. Eerst maar gewoon op de klep gaan. Ja, braaf. Ik zou nog een keer... Ja. Keurig. Zo, mooi. Nou, rustig. Ja, dit is netjes. Geef niet. Ja hoor, nog een snoep. Geef nog maar snoepie. Ze staat er al bijna in. Nou moet ze een stap zetten voordat ze een snoepje mag, hè? Ja. Ja, snoepje. Nee, geeft niks. Laat maar gaan. Nee, ze moet een stap zetten. Dan krijgt ze een snoepje. Ja, snoepje. En zometeen moet ze 1 stapje steeds achteruit doen en krijgt ze ook een snoepje. Oké, dit was het jongens. Nou, ze is wel heel braaf hè. Ze is ook helemaal happy nu. Ja, je bent een knappe pony. Heb je goed gedaan. Nou, dan gaan we weer achteruit. Goedendag, zegt Blondie. Want als ik dan even wegloop om bijvoorbeeld hier weg te gooien. Dan hoor je Blondie al hinneken van, hey Basie, waar ga je heen? Doei. Het neusje zie je daar dan ook nog. Nou, dat is echt wel heel schattig. Hoi! Oh, nu is ze blij hoor. Zo, ik ga eventjes weg, want ik moet naar de wc toe. Maar ik hoop dat ze nu niet gaat hipken. Sorry, Blondie. Ik ga met Blondie in de springles. Ik ben erg zenuwachtig. Maar ja, het gaat vast wel goed komen.
Nee jongens, dit is geen aflevering van Barbie and the Dream House. Kijk, we hebben nu nog meer roze. Och jezus. Oh. Ze heeft ook nog roze strikjes in. Ja, natuurlijk. Want dat is wat je doet als je gaat springen. Ja. Sorry Blondie, spijt me. Succes meis. We gaan even draven. Het is allemaal even iets rustiger raad. Juist. Ja, allereerst springles, dus we moeten nog veel leren. Ja, maak hem recht en handen naast elkaar. Niet gaan rukken aan de keuken. Ja, ja, dat is goed. Uitstekend. Komt wel goed, geloof ik. Ik heb met Blondie in de springles gezeten en dat ging erg goed. We zijn al best hoog gegaan. En ik vond best wel een beetje spannend. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ik ga vandaag in de springles. Ja, alweer de derde keer. Terwijl ik er nog maar 3 weken heb. Maar ja, zo leuk. Ik heb er zin in. Uit draf ga je over die groene. Ga je de hoek in. Dan ga je naar rechts. Kom je over die rood-witte. Ja. Dan ga je weer naar links. Kom je over die groene. Dan ga je naar rechts. Net zolang dat ik stop zeg, ja? Jij doet mooi bij je houden, controle en blijf achterover zitten. Ja. En een klein beetje aandrukken met je been. Uit draf had ik gezegd. Nee. Les 1. Leer luisteren. Nee. Blijf achterover zitten. Klein beetje kuit tegenaan. Uitstekend. Hoek in, hoek in. Stuur in het midden. Klein beetje been. Terugnemen naar de draf. Oh. Zo, maak hem recht. Concentreer op je werk. Concentreer. Dat is goed. Hoek in, hoek in. Zitten. Maak. Achterover. Juist. Even opvangen. Weer terug naar de draf. Oh, moet je opvangen. Oh. Anders gaat hij te hard. Blijf zitten op je zadel. Juist, dat is goed. Hoek in. Hoek in. Juist. Zo, handjes zo naast elkaar houden. Uitstekend. Klein beetje been ervoor er tegenaan, ja? Ze wisselt netjes. Huh? Ze wisselt netjes. Ja, hè? Juist, dit is goed. Oh. Juist. Even elkaar. Hou mooi die controle. Dit is heel goed. Uitstekend. Nou, vandaag zijn we met Blondie op stap. En Vroon gaat achter Blondie gewoon aan. En Blondie doet het echt heel braaf. Helemaal zelf over de brug gegaan. En ze loopt als een echte paas buiten. Nou, beter wordt het allemaal niet, jongens. Fantastisch dit. Blondie heeft al kennis gemaakt met de eerste brug. Ga nu de tweede brug. Oh ja. De derde, want bij de middenhof hebben we natuurlijk ook een brug. Dat is ik alweer vergeten. En ze vindt het spannend. Maar dat geeft niet. Nou ja, Verona gaat natuurlijk nooit voorop. Dat weten jullie. Maar we hebben besloten het gewoon proberen. Lukt het niet, dan stappen we af. We maken er vandaag geen punt van. Kom maar dan, kan jij het wel? Vroon zegt nu. Kom maar. Ja, ga maar. Ik ga het even zelf rijden, jongens. Nou, we gaan toch lopen. Ik vind het te spannend. Blondie is zo groot dat ik Vroon er niet langs kan rijden. Want die doet natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Dus nou ja, doen we het gewoon even zo. Ook geen probleem. Waterlelies. Met mooie bloemen. Dat zie je denk ik niet. Zo, ik ben bij Blondie. En vandaag gaan we voor het eerst op buitenrit. Niet voor het eerst op buitenrit, maar we gaan op buitenrit gaan we misschien stappen. Zo, we gaan zo zeker weten stappen. Maar misschien Blondie. Misschien gaan we draven of galopperen. Dus ik doe wel voor mijn boedelprotector aan, want ik heb geen zin dat ik er rottig afval en dan ook rottige pijn heb.
Oh, ze raakte dit aan. Ze schrok niet van mij, gelukkig. Gelukkig maar. Kan je nog een kusje geven? Zie je, ze schrok niet van mij. Nou ja, ik ga maar even opzadelen. We zijn op buitenrit met Kim. Kim kijkt achterom. Kim die hier houdt niet zo van buitenritten. Dus dit kost 10 jaar van haar leven. Ze heeft wel gestapt de laatste tijd. Maar dat was het dan ook. Maar ze heeft net zeker 3 stappen gedraafd. Ja. Dus dat was wel een hele uitdaging. Ik ga het nu weer doen. Oh jee. Kim heeft gedraafd. Alweer. Dus de 3e keer al. Dat komt omdat daarvoor loopt Blondie. Daar. En ja, die moet natuurlijk nog een hoop leren. Dus ik probeer kleine ritjes doen we nu. Niet te lang, niet te veel. Dat ze niet alle indrukken in 1 keer krijgt. Daar is een tractor, dus dat is spannend. Daar moet ze aan wennen. Ze loopt ook nog voorop. Dus dat was ook spannend, maar knap dat ze het doet. En jij vindt best. En Verona, ja, maar dat weten we. Dat gaat de laatste tijd wel heel prima. Ze is wel een brave Bassie aan het worden. Alleen vindt ze echt geen goed idee, maar zo met z'n allen vindt ze het wel oké. Okay. Ze is iets leven om achteraan te shocken. Ja, ze moet wel bij iemand in zijn kont kunnen zitten met haar neus. Zeker in draf en galop. Dat mag bij Eja wel heel goed. Ja. Nou ja, Spirit vindt dat dus niet goed. Die gaat dan bokken. Oh. Dus dat is niet zo fijn. Dat is minder. Dus we zijn nu Blondie aan het trainen dat Verona ook bij haar in de staart kan zitten. Maar Eja en Verona zijn besties. Absoluut. Dus Verona die loopt er nu zelfs naast. Nou, Blondie doet het eigenlijk ook prima op dit moment. Hoewel ze het wel echt spannend vindt, want ze is echt wel druk. Ze gaat wel. Ze gaat wel, dus dat is sowieso knap van die pony. Nou, we zijn het spoor over. Kim is het spoor over. Blondie en Verona. Kim moest er dit keer voor afstappen. Dus nou ja, ik kan niet afstappen. Ik ben te ver van de grond. Dan kom ik er niet op. Dus ik heb altijd een excuus. Blondie vindt dat ze voorop moet lopen. Die bijt Verona zelfs als ze denkt van ik haal je in. Dus dat is wat minder, maar goed. Henja vindt dat iedereen te hard loopt. Ja, dat is wel waar. Dat vindt Henja wel. Dat is wel goed voor je, Henja. Zo, bewijsmateriaal. Kim is aan het draven. Oh, we gaan dan weer stappen. We gingen draven. We hebben gedraafd. Nu zijn we aan het stappen. Maar we hebben nu bewijs, Kim heeft gedraafd. Zo, het is heel erg warm, maar het is zaterdagavond. En we gaan samen met Blondie en Bella gaan we naar het strand toe. Met de boer on summer tour. Yay! En mijn hond is ook mee. Dus ik ben benieuwd hoe Blondie het op het strand gaat doen. Morgen hebben we een fotoshoot op het strand. En Blondie is natuurlijk nog nooit op stand geweest, dus hadden we bedacht dat we dat vandaag gingen oefenen. Foute beslissing, want zoals jullie kunnen zien is het echt stervensdruk. Ondanks dat ze nu op stand mogen. En hebben we onwijs problemen gehad met parkeren, maar goed, het is toch gelukt. Met dank aan Altwin. En we gaan nu eventjes kijken hoe ze op het strand zijn. We zijn met Bel en Blondie. Blondie vindt het spannend. Ja, is goed voor haar. Kan ze gelijk al die auto's zien. Is het erg warm? Ja goed, dat snap ik ook wel. En Bel die interesseert zich natuurlijk helemaal nergens voor, want zo is Bel. Gelijk kijken hoe Blondie op auto's reageert. Drukke boel. Nou, hartstikke druk op het strand. Nogmaals, hadden we beter in kunnen schatten. Blondie vindt het wel spannend. Maar ze luistert goed, dus dat is super. En Bel trekt zich er natuurlijk niks van aan. Ja, dat ben ik meteen. Maar tot hoog dat wel iets rustiger zou zijn. Tessa, ja? Ga maar naar het water. Nee. En daar is Blondie. Ja, anders kan ik niet filmen. Ik vond mijn schoenen nat. Hè? Ja, ik sta tegen het licht in, dus veel meer anders.
Zo, de eerste maand met Blondie zit erop. En deze maand ging verrassend goed. We zijn echt al meer een team geworden. Ze hinnen naar me als ik aankom. Zoals ik Blondie roep en hoor ik mee. Dat is dan wel heel erg schattig. Ze luistert goed naar me. We zijn niet echt vooruit gaan met rijden, maar we hebben wel gereden. Ik ben super blij hoe het deze maand is gegaan. Op naar de volgende maand.